Gouda TV. Betrokken bij de stad. Officieel jullie album uit, beginnen jullie met de album release tour. Maar even helemaal terug naar het begin, want jullie zijn van Goud te Roet, zijn ook hier in Gouda begonnen. Ja, ik zelfs geboren in het Bleuland ziekenhuis. En hier altijd op school gezeten en zo, en Niels ook. Maar we kennen elkaar dan weer eigenlijk uit Utrecht, van het conservatorium daar. Jullie hebben allemaal aan het conservatorium gezeten? Ja, tenminste daar kwamen we elkaar wel tegen. We hebben het ook niet allemaal afgemaakt. Maar nee, we kennen elkaar van het conservatorium in Utrecht. En jullie optredens begonnen dan ook in Gouda? Zo, dat is een goeie. Nee, de eerste optreden was denk ik in Utrecht. Leiden. Ja, Leiden. Ja, oké, okay, Leiden. Utrecht, Leiden, Groningen. Ja. Wat kunnen we verwachten van het album? Nou, we hebben hem sinds vandaag. Het is hem. En Niels heeft het hoesje ontworpen. En ik vind het echt het beste wat we tot nu toe hebben gemaakt. En we hebben echt een jaar lang hier in deze ruimte gezeten. En eigenlijk de sound opnieuw opgepoetst. we hebben gewoon echt de tijd genomen om die nummers te schrijven. En ja, ik vind dat wel heel goed te horen is. Hoe verschilt het met de rest van jullie albums? Ik denk dat er meer... Ja, er zit voor mijn gevoel meer diepgang in en heel veel meer synthesizers. Maar ik heb er ook meer tegenwoordig, dus dat kan ook. En wat is jullie favoriete nummer van het nieuwe album? Zo, ga ik even kijken op onze nieuwe plaat. Nee, voor mij denk ik Light Up The Sky. Dat is nummer 4 van het album. Ja, voor mij Light Up The Sky is heel gaaf. Wildside vind ik ook heel tof. Wildside was heel lang een nummer wat we allemaal wel qua energie heel gaaf vonden, maar wat er een beetje buiten viel. Maar op een gegeven moment hebben we hier achter deze piano, hebben Niels en ik op een zondagmiddag hebben we nog aangesleuteld. En toen in één keer viel alles samen en was die helemaal tof. En hoe kunnen potentiële fans aan jullie muziek komen? Nou, morgenavond spelen we in Tivoli en dan gaan we voor het eerst het nieuwe album meenemen dus. En dan gaan we ook vanaf overmorgen is die overal verkrijgbaar. Dus online, iTunes, Spotify, bol.com, alles. Dus vandaag het nieuwe album van Hensie Poot. Overal verkrijgbaar.